Jezus Christus geeft licht. En dat licht straalt als de morgenster. Philip Nicolai dichtte een prachtig lied, tegelijk een gebed. Hoe helder staat de morgenster en straalt mij tegen van zover de luister van mijn leven. Kom tot mij, zoon van David, kom, mijn koning en mijn bruidegom, mijn hart wil ik u geven. Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in het geven, stralend, vorstelijk verheven. Hoe liefelijk is uw gelaat, als u uw ogen op mij slaat, dan doet de vreugd mij beven. U Jezus bent zo trouw en goed, uw woord en geest, uw vlees en bloed, zij zijn mijn ziel, mijn leven. Heer des hemels, laat getrouwen mij aanschouwen, uw erbarmen. Herder, neem mij in uw armen.
Jezus zelf heeft het gezegd. Ik ben de blinkende morgenster. Hij verlicht onze duisternis. Geprezen zij die Heer, Jezus Christus, de blinkende morgenster, die eeuwig leeft. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, die zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Komt Jezus openbaart zich als het licht der wereld. Thank you.
duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Er is uitzicht in deze wereld. De wereld is niet ten dode en ten ondergang gedoemd. Geen sprake van. Deze wereld wordt herschapen. Deze wereld wordt vernieuwd. We zijn op weg naar het licht, de nieuwe schepping. Dan zullen we de Heer onze God niet meer indirect hoeven te zien. Dan mogen we hem zien direct. Face to face, van aangezicht tot aangezicht. Dan zal het volledig werkelijkheid geworden zijn waarover een profeet, de profeet Jesaja, gesproken heeft. Hij heeft gezegd en geschreven: de Heer zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.